jonge, ambitieuze kerel. Iemand die ik goed kende, want hij komt van dezelfde club als ik. We komen allebei van Den Bosch. We wonen inmiddels nog steeds op 50 meter van elkaar. En altijd kwam die man weer ergens opduiken. In de jeugd bij Den Bosch, dan bij het districtsteam, dan in het Nederlands jeugd, dan bij Dames 1 en uiteindelijk dus bij het Nederlands team. Ik kwam gewoon nooit van die man af. En Mark kenmerkte zich altijd al door een enorme drive, die ik ook heb, maar ook door een ontzettend kritische blik. Hij was een van de eerste mannen die sowieso tegen mij zei als coach, zo goed ben je niet. Kijk eens in de spiegel. Nou, weet jij er nou van, zit in alle nationale teams, joh, gaat hartstikke goed met mij. Maar op dat moment in het Nederlands team was dat precies wat we nodig hadden. Iemand die echt een kritische blik had en iemand die ook echt dingen wilde veranderen. En dat deed hij. En dat gaat niet vanzelf. We moesten grote stappen maken. Nou, als je sport terugbrengt, voor mij is dat heel simpel. Heb je technische vaardigheden, tactische vaardigheden, fysieke vaardigheden en mentale vaardigheden. En eigenlijk alles wat in die sport, om die sport heen hangt, is daarop terug te brengen. Technisch, tactisch moet je een beetje zien als de vakkennis, zoals jullie die ook hebben. Wat kun je met die bal en die stick? Nou, mijn technische vaardigheden waren niet je van het. Daar moest ik echt altijd hard aan werken. Klinkt gek op dat niveau, maar het was echt zo. Ik was tactisch vooral heel slim, ik was fysiek ontzettend sterk en ik had een mentaliteit. Ik wilde altijd winnen en de beste zijn, van jongs af aan. Dus daar heb ik het ver mee geschopt.